word ik ooit normaal? Ja, zoals jullie vorige week zagen, had ik mij die vraag gesteld. En jullie hebben wat antwoorden gegeven om mij te helpen om normaal te worden. Ja, en dat hebben jullie gedaan. En jullie hebben antwoorden achtergelaten en vragen achtergelaten. En die ga ik beantwoorden in deze video. En ik hoop dat het gewoon mij weer wat normaler kan maken. Of juist niet. Yo guys, mijn naam is Baat, ook al Always Normal. En zoals jullie weten is dit de allereerste aflevering van Word ik ooit normaal? De nieuwe serie waar ik me af ga vragen of ik ooit normaal zou worden. Of juist helemaal niet, I guess. En zoals ik al zei, jullie hebben leuke dingen achtergelaten. En nou ja, weet je wat? Ik kan heel lang of kort lullen. Maar laten we maar gewoon beginnen. De allereerste die mij een stuk normaler gaat maken dan de vorige keer is deze. First. Er zijn natuurlijk heel veel reacties geplaatst en ik ga ze niet allemaal beantwoorden. Er was bijvoorbeeld ook een reactie van... Doe yoghurt over je heen. Misschien kan ik het wel doen. Nee, oké. Ik wil normaal worden of bijna normaal, maar niet gek, oké? Laat dat even duidelijk zijn. Ik wil niet gek worden. In ieder geval, ik wil geen yoghurt over me heen gooien, oké? En toen kreeg ik deze reactie of ik een bucketlist had. En ja, die heb ik zeker. Ik zal hem er even bij pakken. Bucketlist. Word normaal. Ik heb echt serieus een bucketlist opgeschreven en ik heb daar ook gewoon goede doelen in. Het is ook statistisch bewezen dat er een grotere kans is dat je je bucketlist behaalt als je het daadwerkelijk opschrijft. Dus dat heb ik ook echt gedaan en ik zal eventjes hier eentje op voorlezen. Meegaan met aliens. De rest van de bucketlist kan ik wel een keertje oplezen. Als jullie het leuk vinden, laat even een reactie achter of je dat leuk vindt om te zien. En dat is op zich wel een leuke bucketlist. En toen kreeg ik de vraag, wat is mijn favoriete kleur? Ik weet niet of deze kleur mij normaler of niet normaler maakt. Dat moeten jullie me ook maar even vertellen. Maar ik denk Bordeaux rood. Ik vind het een toffe kleur, ik vind het een mooie kleur. Ik weet alleen niet hoe mij dit gaat helpen. Maak een skateboard video. Ik wil dus wel serieus skateboard content gaan maken. Het lijkt mij namelijk super leuk om te doen. Alleen er is dus één probleem. Dat is momenteel het weer. En mijn skateboard, die momenteel ook echt helemaal verneukt is. Zoals jullie kunnen zien, dit heb ik ooit een keertje als professioneel ding gekocht. Met Speed Demon trucks en wielen die ik om heb gedraaid. Die niet zo goed meer draaien. Maar ja, zoals je ook kan zien, het is helemaal aan het... Helemaal gaar, joh. Hij is echt helemaal niet zo goed meer. En ja, ik moet sowieso even goed gaan oefenen ook. Maar van de zomer wil ik dus wel serieus skateboard content gaan maken. Want het lijkt me gewoon echt heel leuk om echt wel goed ook te worden in skateboarden. Dus dat komt er wel aan. Mocht je nog ideeën hebben voor een goede setup, laat het dan even weten. Hier ga ik gewoon even voor die ollie. Oeh, nou, dat ging op zich wel oké is, denk ik. Zoals jullie zien, het gaat niet heel erg goed. Ik heb het ook echt al heel lang niet gedaan, dus dat is sowieso ook wel een beetje een ding. Maar ja, ik ben er dus wel mee bezig om het een beetje te leren. Ik vind het namelijk super vet en het komt er wel aan. Maar van de zomer, als het wat lekkerder weer is en als ik een beetje een fatsoenlijke setup heb. Sick. Dus ja, binnenkort wel waarschijnlijk skateboard content. Ik heb er heel veel zin in. Laat even weten wat een goede skateboard is. En dat het ook wat beter weer is. Zou het zo zijn. Doe een food review. Hallo, welkom bij deze food review van Time Out Robuuste Koeken. Reageer alsjeblieft onder deze video nog een keer food review. Want voor volgende week heb ik echt een superleuke food review. Oké, we gaan deze even proberen. Hij is al open. En ik heb ook al wel een beetje gehad. Maar dat maakt niet uit, want dat heb ik nog niet gereviewd. Oké, ik pak er nu eentje. Wauw. Deze zien er wel lekker uit. Er zitten ongeveer 8 koeken in één pak. Dat is wel lekker als je meerdere koeken wil eten. Hier is dan het koekje. Hij ziet er lekker uit. En mooi. Dan ga ik nu een hapje nemen. Ja, die is erg lekker. En even serieus, het lijkt mij super leuk om ook wat food reviews te doen. In mijn livestreams doe ik dat ook al wel een beetje. Maar het lijkt mij echt super grappig om dus ook echt video's over te maken. Laat even weten wat jullie daarvan vinden. Ja, laten we doorgaan met de video. Dat was lekker. Nou, gaan we maar gauw door naar de volgende. Maak meer unboxings. Oké, kan. Ik pak even wat erbij. Yeah! Oké, ik heb dus nog een pakketje gekregen van Flatface. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Je keek, hè? Nee, je keek, hè?
Nee, zonder grappen. Ik wil wel wat meer nieuwe dingen kopen natuurlijk. Ik vind het ook hartstikke leuk om unboxing video's te maken. Alleen het kost geld en op een gegeven moment is je geld een beetje op. Dus moeten we even wachten tot er weer geld is om nieuwe dingen te kopen. Maak een parodie of diss track. Tikkie nou tegen doen. Target finder op mijn schorpioen. Jij zei, jij bent zo'n grote noem, toch? Oké, Dion, dit kwam eraan. Met deze battle ga ik je verslaan. Jij zilver, ik lager. Oh mijn god, ik praat trager. 1v1, ik own jou easy. Kom maar op, jongen. Succes, man. En zoals hier staat, moet ik een keertje gaan vloggen. Alright, gaan we doen. Hier komt hij dan. Goedemorgen, mijn naam is Barend. Ook alweer zo'n welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag weer een nieuwe dag, een nieuwe vlog van de dagelijkse vlog op dit kanaal. Ik ga vandaag echt weer iets superleuks doen wat ik altijd doe. Echt, hier haal ik heel veel voldoening uit en ik vind het het beste wat er is. Alright, ik denk dat dat wel een beetje de vlog was voor vandaag. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Net zoals altijd, gewoon weer een superleuke dag gehad. Thanks voor het kijken naar deze vlog. We hebben ook nog broodjes kaas gegeten. Ben ik wel vergeten te filmen. Maar het is altijd wel super lekker. Ik hoop dat je het alsnog wel leuk vond. Thanks voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Later. Dikke vette peace. En hier wordt er gezegd dat ik gewoon moet gaan doen wat ik leuk vind. Nou ja, oké. En natuurlijk de game video's. Ja, iemand vraagt hier of ik een Road to Diamond ga doen in Call of Duty. Nou ja, hier is de allereerste aflevering. Hoppa! Headshot, quickshot! En ik pak ze gewoon alle twee. Oké, nou ik denk dat dat het ongeveer wel een beetje is. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ben ik weer normaler? Ben ik weer bijna normaler? Ik weet het niet zo goed. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Ga jij mij helpen om weer normaal te worden? Of juist misschien ook niet? Doe dan even een leuke reactie posten. En wie weet kom jij in de volgende video. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. Ik heb in ieder geval nog één reactie. Eigenlijk zijn het er twee. Manhunt. Manhunt. Er zit natuurlijk niemand achter me aan. Ik heb geen vrienden. Nou ja. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.